Dus zij gaat in de achterbak onder een kleed hun laten schrikken slash verrassen. Doei! Fijne feestdagen, mevrouw! Wil je bek houden? Waar moet ik mijn kauwgom doen? Luister, je moet... Gooi die kauwgom weg! Hey, jij daar. Mijn naam is Tom. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Kortom, vandaag kijk je naar alles wat ik altijd al heb willen doen. En dat is zoveel mogelijk schooltoursensaties in één auto stoppen. Alleen weten Kian en Dustin, die wij nu gaan ophalen, nog niet dat Hiem van Hou Je Bek... Wie ben jij? Waarom praat je tegen mij? Waarom praat je tegen mij er ook bij is? Waarom praat je tegen mij? Dus zij gaat in de achterbak onder een kleed hun laten schrikken slash verrassen. Deze video staat in het thema van het jaar afsluiten. Dus we hebben van alles op de planning. En dat ga je allemaal zien. Dus op dat krijg ik een boete voor die 2 kilometer. Dat is echt jouw probleem. Hiem, iedereen die dit ziet, hoe ik jou hierachter instopt, gaat denken dat ik je probeer te ontvoeren. Is goed, hè? Oké, dit moet het worden, mensen. Doei, Hiem. Hiem. Ja. Wat gaan we zeggen als jij tevoorschijn komt dan? Weet ik veel. Kun jij straks niet heel hard zeggen van hou je bek, waarom praat je tegen mij? Ja, oké. Wat zei je? Ik had geen adem. Je had wel adem, gek. I don't wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need. Hiem is een high class bitch. Ik weet niet waarom in zijn auto zit. Jan kan er ook wat van. Dustin jaagt Mabel weg. Het is wel een soort van gebeurd volgens mij. Dus mensen, even voor de duidelijkheid, Mabel zou eigenlijk komen, die kon niet. En toen kon Kian ineens. Altijd Harris. Dus toen hebben we Kian gevraagd. Ik heb hem dus gevraagd kinderchampagne te halen. Ik weet niet of het te moeilijke opdracht voor ze was. Maar... Hiem, je weet het hè. Wat zou je ervan vinden als Hiem hier was geweest? Ja. En dan laten we ze eerst rustig antwoorden. En dan zeg ik nou zeg. En bij nou zeg, mag je komen. Die voorplek is van mij. Ja, de voorplek is van jou. Wat ben je laat hè? Hou je bek. En ik ben naar de kapper geweest. Het goed, speciaal voor de video. Ja, ik zag in de comments, zag ik, liked zodat Dustin ziet dat hij naar de kapper. Kom maar hoor. Nou jongens, dat is wat Mabel er niet bij is, hè? Het is wat het is. Hoe is het met jullie? Met ons gaat het top. Ja? Nee, met mij gaat het top. Met mij gaat het ook prima. Kian, vooral jou hebben ze lang niet gezien. Ja, ja. Even mag gezegd worden, jongens. Die jongen ziet er even goed uit. Holy shit, ben jij veranderd in een jaartje? We hebben wel een paar kilootjes lichter. Ja. Hey, misschien moeten we vervanging zoeken voor Mabel, zat ik te denken. Vervanging? Vervanging voor Mabel. Vervanging? Voor iemand dus van school toe, bedoel je? Ja, wie van school toe zou er nog meer in de auto moeten stoppen? Twanneke. Twanneke is wel grappig, ja. Maar die woont helemaal in Brabant. Misschien dat meisje van hou je bek, waarom praat je tegen mij? Nee. Nee? Nee. Hoezo niet? Nee, dat... Knip, wat vind je dan van haar? Ik vind haar heel erg Beyoncé-achter. En zij is een van de leukste hoor. Ja? Nou, no, Joe. Nou. Weet je zeker dat we er niet uit moeten nodigen? Nee, ik denk het niet. Ja. Want zij gaat ons raar vinden. Nou, misschien is ze zelf ook wel raar. Nou zeg. Jij hebt 24 uur met haar doorgenomen, jij moet weten. Ik was meer dan jij. Oh mijn god. Oh, holy shit. Dus zo kun je echt niet zijn. Ja, maar dat is een vooroordeel, hè? Ja, dat moet je niet doen, hè, oordelen. Nee, dus nee, goed. Kijk, dat is nu je hem zo. Ik zei alleen nee. Ik heb niks gezegd over de andere dingen. Oh mijn god, wil je hier zitten? Kom. Ik ben daarvoor. Maak die kofferbak open. Dit was dus de verrassing. Jeetje. Ik heb er gewoon geen woorden voor. Echt niet. Sorry. Nou, dit had een iets aardigere opening kunnen worden. Ja, waar de fuck kwam dat vandaan? Je kwam HC over in die video, weet je wel. Ja. En dan denk ik, nou, jij gaat mij helemaal niet mogen, omdat ik ben zo uitgebreid. Ja, ik ben ook uitgebreid hoor, alsnog. En nu kunnen jullie lekker vrienden worden erachter. Yeah. Ik vraag me echt nog steeds af waarom zijn hoofd daarop. Ja, ik ga maar afpulken. Nee, ik ga maar afpulken. Heb je trouwens gezien, en ik mag even een momentje voor mensen. Het nummer Snelgaan van Kian en ik is genomineerd voor een Zep Award. Beste nummer van het jaar. Ja, serieus? Ja, dus ik wil eigenlijk iedereen oproepen om te gaan stemmen. Serieus? Ik zweer het. En dat vertel je me niet even. Kijk, ik kwam ook gisteren achter. Wat? Tik hem aan, vriend.
Lekker pik. Maar ik heb een vraagje. Waarom moesten we champagne en... Oh, dit is de eindejaarsspecial. Deze wordt geüpload op 1... Het is vandaag 31 december. Wij zijn in het laatste video. Niet vooroordelen. Ja, je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Je moet niet vooroordelen zoals je hoort. Hey, ik ben Einstein. Nee, maar dat is ik ben wel. Einstein. Ja. Tikke champagne. Nou, we hebben een paar dingen die we vandaag gaan doen. We gaan sowieso champagne poppen. Ja. Maar ik dacht, we beginnen met het versieren. Er staat hier een plastic Albert Heijntas en slingers. Dus ik mag geen slinger. Woo! Kian. Kerstmuts. Ik ben een elf. Champagne poppen. Wat doe je? Niet in de auto, man. Ja. Niet in de auto. Samen doen. Niet in de auto. Als je nu schiet, joh. Nee! Nee, niet in de auto. Nou, was even. Ik stap uit, hè. Ja, precies. Niet doen! Thomas! Dit is niet eens jouw auto. Ja, het is niet. Daarom doe ik het. Hoi! Oh. Ik schrik me dood. Holy shit. Gelukkig nieuwjaar. En beste wensen namens... Holy shit. Deze Schotter gang. Ik schrik me dood, man. It's gonna be a long, long in mijn ogen, Christmas without you. Mij lijkt het dus leuk om mensen die wij niet kennen... Ja, daar gaan we... complimentjes te geven uit de raam. Dat is leuk, hè? Met deze microfoon. Wat moet ik met die rozen? Oh, yeah. Hij is echt de grootste mogol die ik ken. Wie? Listen. Ja. No joke, maar Kian werd bijna aangereden door een fietser. Oh. Hey. Hallo? Ja, de telefoon ligt gewoon in de auto, idiot. Kian, stemmen er! What the fuck? Je kan ook niet... En dan? Oké, doe allemaal de zin waar iedereen een beetje bekend om is. Nee, dat vind ik leuk. Begint, daar ga je. Wat moet ik zeggen? Hou je bek even, waarom praat je tegen mij? Ik ken jou niet eens. Stille nacht. Thijs. Heilige nacht. S'morgens vroeg om 6:30. En dan gaan we nu naar Kian, dames en heren. Altijd ergens als ik een broodje na 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 la 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 en een happy new year. Ik hoop dat we allemaal sterven. Ik hoop dat we allemaal sterven. Ik. Nee. Nou, ik wil eigenlijk wel gewoon een glaas champagne. Mijn moeder, pak dan even, jongen. Mijn moeder wil geen premium voor mij betalen. Wat denk je, dat ik een mogol ben, net als jij? Ja. Ik moet ook echt alles filmen. Het is niet, net limonade, maar dan met prik. Alsjeblieft, hè? Mag ik dit weggooien? Ja, doe maar. Can we go? Want we staan hier fucking lang stil. Als je opneemt, ben je vrij. Ik sta onderaan je flat zonder telefoon. Wie is het? Kan je het lezen? Helemaal wel. Dat is karma. De sfeer is gespannen, dames en heren. Jij stinkt erin. Dit is grappig. Ik zei in die video, iedereen mag bij mij komen wie en zo als je een leuk DM'tje en gesprek. Ja, en nu zijn al die chickies op je schoot. Ik krijg nu alleen maar DM'en. Kom wie, DM'tjes, kom wie, kom wie. Holy shit, ik word helemaal gek. Ik reageer letterlijk op iedereen. Geef een soepje, staat meer open. Ja, dat is echt waar. Ja, wat gaat er dan door je heen? Door me heen? Ja. Als ze mij een bericht sturen. Ja. Voel me helemaal gevleid. Gevleid? Hoe is het met jouw passie om, you know, Beyoncé te worden? Kijk, jij herinnert hun de hele tijd aan, hè? Ik word de hele tijd herkend van, ja, hier en zo. En jij herinnert hun. Kerstfeest! Ho, ho, ho. Merry Christmas! We kunnen een leuk kerstnummer samen maken. Hou je bek, het is kerst. Waarom praat je tegen mij? En Dustin wil wel mee, maar Dustin... Is gay. Ze mocht vroeg om 6:30. Oké, Kian, bluf dat je altijd Harris roept naar die mensen. Je kan die niet. Maar nu is de vraag: ken jij die jongen van altijd Harris? Nee. Nou, dan heb ik een verrassing voor jou, want hier is hij dan. Niet me aanraken! Goed. Ze vragen me: gaat het lekker? Precies weet wat ik doe. En ik kan het niet laten. Hoi, Mulder! Woep woep! Hallo! Hallo meneer! Nee. Hallo meneer! Gaat uitstappen en dan gaat je eentje geven! Het is niet Rotterdam hier, hè? Nee, maar wel Marokkaan! Is hij gay? Ik ben ook Marokkaan, zo'n olij. Hè? Ja. Ja, de boa's! Boa's, doe, roep ze. Nee, niet de boa's! Nee, kut! Nee, dat moet je niet doen! Zet die man knap eens! Meneer, u rijdt hard!
knap. Ben je gek? Doe maar. Hallo. Fijne feestdagen. Yes, hoi. Doe maar deze keer, doe maar deze keer. Hallo jongens. Mag ik jullie wat vragen? Kennen jullie Kian van Altijd Herres? Altijd Herres, kennen jullie hem? Nee, kortom. Fuck off. Ja. Ja, dat is hem hoor. Ja. Ja. Ik ken jullie niet eens. Wat is... Zeg maar hoi. Hoi. Hallo, hoe gaat-ie? Ken jullie al, ken je al deze mensen in de auto? Nee. Fijne feestdagen. Ja. U ook. Wat zien jullie er prachtig uit vandaag? U ook. Dat zeg ik. En die meneer zegt, hé, hey, mooie baard man. Goeie baard, goeie baard. Ja, ik weet niet hoe ik moet. Hij was oprecht blij, gewoon met je compliment. Ik was met je. Hoi! Hij is horen dicht. Hoi! Hallo! Misschien wil je iets aardigs zeggen tegen die meneer. Nee, rijd door, rijd door. Rijd gewoon door. Rijd door, jongen! Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, yo! Hoi! Jezus! Wij zijn niet terug. Kijk, het is kerstfeest, yeah! Fijne kerst, fijne kerst. Hey, ik zou draaien. All I want for Christmas is you! Hij dacht hoe je snor gaf. Fijne feestdagen! Oh, daar loopt een man. Het is een vrouw, het is een vrouw, het is een vrouw. Oh. Fijne feestdagen. Thanks man. Graag gedaan man. Wow, zij is mooi. Wat zien jullie er prachtig uit vandaag. Ja. Ja. Ik heb niet mijn meegaan. Waar gaan die mooie beentjes naartoe? Nee, ik ken je echt niet. Wat doe je achter? Fijne feestdagen, mevrouw. Wil je bek houden? Oh! Oh! We gaan achter haar rijden. Rij weg! Snel, snel! Oh, ik vind Purmerense ghetto een beetje schrappig. Wil jij even je bek houden? Je bent echt mooi. Dankjewel. Hebben jullie een beetje een leuke dag? Jawel. Leuk man. We zijn mensen complimentjes aan het geven. Ja, zo leuk. Jij bent tenminste aardig. Love. Dankjewel. Last Christmas I gave you my heart. And the very next day you walked away. I walked away. Hij kijkt zo niet vrolijk. Hi. Fijne dag verder. Leuk koppel hoor. And to tell me if you really care. Je bent aan mijn aard zitten, ben je gay? Een beetje gay is oké. Okay. That escalated so quickly. Ik heb honden! Wat een mooie hond, mevrouw. Wat een prachtige hond. Die is vast ook heel lekker met kerst. Ah, doe normaal. Nee, grapje. Doe die niet. Dat kan je toch niet zeggen, man. Je moet juist een handhaving schreeuwen, dat is grappig. Doe dat dan, doe het. Bluff het. Als ik moet, dan krijg ik betaald. Ja, hij betaalt het. Holla. Doe het. Bluff dan, Chimboy. Bluff, fuck je. Bluff dan. Dat zit je mij te bluffen, hoor. Hele fijne feestdagen, meneer. Fijne feestdagen. Wat nou, bluff? Je moet me niet schreeuwen. Chimboy. Chimboy. Je niet doen. Mevrouw, u ziet er prachtig uit, dat ten eerste. En ten tweede willen we zeggen, hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan. Samen komen we er doorheen. Kut corona. Jezus, je hebt haar waarschijnlijk getraumatiseerd alleen door het woord kut te zeggen. Nu is haar dag gewoon zo zijn. Kut getraumatiseerd. Maar Thomas, wat is het plan nu? Ja, gaan we. Dit begint nu zij te worden. Ik weet niet waar jouw moeder is. Thomas. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. This is the home where you can see every couple's found a star. Hallo meneer. Doorrijden. Hij wou nog iets zeggen. Hij wou zeggen fijne feestdagen, maar hij durft niet. Rijden, kom op. Wat zijn jullie een prachtig stel. Fijne feestdagen. Kusje dan. Kiscam, kom op. Dit is zo raar. Bluff, 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 bluff. Nou, nah, ze houden het erbij. Oh, dit is zo raar. Kiscam. Nee. Kiscam. Oh. Yeah! Yes!
Fijne kerst! Dit was amazing! Kisken! Wat een gentleman! Dat is ook onze reactie echt. Mevrouw, roken is niet gezond. Maar fijne feestdagen! Ik ga nog een klein teentje op mijn kont laten tatoeëren, zodat ik kan zeggen, ik maak content. Dat zal ik niet doen. Nee! Is geen verstandig idee, man. Hoezo is dat niet verstandig? Je leven, man, op je kont, een tent. Ik ga het aan je moeder vragen. Staat die nog aan hier? Geniaal, man. Ik... Ze wordt weer wakker! Dan gaan we naar de Mac. Ja. Yes! I don't want a lot for Christmas. En dan door. Wat willen jullie? Ik wil een McChicken zonder sla. Een McChicken zonder sla. Met patat. Hey, is het volgens mij jouw alcohol in die milkshake van de aardbeien? Oh, sorry. Dat is niet de bedoeling. Oh, kut, man. Kut. Ja, dat is zo random dat ik jou ken. Kijk, weet je wie hier in de auto zit allemaal? Moet je opletten, hè? Ook Kian van Altijd RS. Ja. Zij is van, hou je bek, warm praatje tegen mij. Ja, die HC meisje. What a shame! What's up? Wat willen jullie zeggen tegen de mensen? Fijne kerst, geniet van de feestavond. En niet te veel eten, want dan word je dik van. Doe hier wat aan. Maar die rietjes zijn ook zo goed. Ja, doe er wat aan. Die rietjes zijn goed voor milieu, stel je voor met kutkinderen. Dankjewel. Geld. Wat een aardige jongen. Ik ben benieuwd mensen thuis. Zijn jullie wel eens een YouTuber in het wild tegengekomen en wie was het? Laat het weten in de comments. Hier, geef mij grote friet. Huh? Ik wil... Wat wil je nou? Jij eet van iemand anders patat. Kut, ik had het al van een bak. Jongens, jullie kunnen ook gewoon vechten. Geef mij friet. Pak je friet! Ja, maar mijn patat is gestolen, Thomas. Dit is geen goede deal, man. Kian, over goede deal gesproken. Ik vind het wel grappig, hè? Ik weet niet hoeveel YouTubers mij geshade hebben over... hoeveel geld ik aan jou verdiend zou hebben. Dus bij deze, jongens, het antwoord heel simpel. De videoclip was 7.500 euro. Die heeft misschien 1.500 euro of 2.000 euro opgebracht. Die kleding is allemaal naar het goede doel gegaan. Ik heb Kian geholpen met een paar campagnes. Dus al met al heeft het me 4.500 euro gekost. En we hebben ervan genoten. We vonden het leuk. We hadden lol. Daar gaat het om vandaag. Eind goed, al goed. Waarom eten we ook in een auto? Harmond, ik ben even serieus. Ja. Maar we hebben nog meer patat, hè? Ja, dat is serieus. Gemats, kijk, hoor. Op, grote patat. Kijk, ik kan toveren. Ik ben goochelaar. Dames en heren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus. Thomas, heb je patat al? Iedereen kan toveren. Ik kan ook wel tegen hem lullen, maar die reageert toch niet. Ja, daarom. Wacht, gaat je het over je moeder, want dan luister ik. Oh! Oh! Deze man praat al de hele dag over zijn moeder. Maar nu ben ik benieuwd hoe je moeder eruit ziet, hoor. Leuk. Nee, serieus, we hebben nog een pak. Holding pak. Hey, die McDonald's zijn sowieso fan van Kortom, man. Ik weet niet waar dit anders vandaan komt. 9 chicken. Nou, die zijn voor mij. Ja, ik wil er al, jij hebt er al 6 gestopt, gek. Ik wil ook. Hai, hai, hai. Dank voor jou, Kort. We hadden 2 bakken script nuggets besteld van 6. We hebben 2 van 6 extra gekregen en 1 van 9 extra. Heel veel van kennisquiz aan jullie, jongens. En in het kort. Hoeveel gram is 60 kilo, Dustin? Ik heb geen idee. Jullie gaan toch allemaal naar school? 6.000. Ja, geen idee. Joh. 60.000. Kun je 4 werkdagen opnoemen zonder de letter A erin? Ja. Maandag. Gisteren, eergisteren, morgen, overmorgen. Hoe weet je dat? Wat? Jantjes vader had 3 zonen. Kwik, Kwek en Dustin? Kwak. Zeker weten, want het is toch Jantjes vader? Ja. Kwik, Kwek en Jantje? Kwak, 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 kwak. Jantjes vader had 3 zonen. Kwik, Kwek en... Jan vader... Wat? Hoe zit er sla op mijn jas, Dustin? Hoe? Ik heb geen... Ik heb met McChicken zonder sla besteld en er zit sla op mijn jas. Ja, getoverd, Hans Klops. Waar is de popcorn? Because I'm enjoying the show. Weet je mensen waar tijd voor is? We gaan naar Dustin toe en we gaan deze TikTok van de Kardashians proberen na te maken. Gewoon 4 mensen van school tour. Nou, kijk maar even. Yo. Oh, dit is voor de TikTok challenge, hè? Hey, wat
Wat is dit nou? Wat? Altijd Harris. Hey, what's up? Ik zie jullie kunnen niet eens een lach inhouden. Ah, sick! Bitch, I can do this better. Bye. Het is nu echt tijd om deze video af te sluiten. Ik hoop dat je van genoten hebt. Doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Happy 2021. We zien jullie later. Joejoe.